Mijn naam is Jelse Aars, vraagstuk was 2014. Je hebt 10 mensen met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar, allemaal onder een 18 jaar. Als twee mensen weggaan, wordt de leeftijd verminderd tot 19. Dan heb ik twee opmerkingen. Gemiddelde leeftijd van de weggaande is 21 jaar en geen van beide is onder een 42. Is het waar of niet waar? Wil je ervan berekenen? 10 mensen, gemiddelde leeftijd 21, dat betekent totaal hebben die 210 jaar. Ja? Gaan twee mensen weg, houden er 8 over. Van die 8 mensen, de gemiddelde leeftijd nu 19 jaar geworden. Dan nu 18 maal 9. 19 maal 8 is 80 plus 72 is 152. Dat betekent een verschil van, als je uitrekent 210 min 152 is 48 plus 10 is 58 jaar. Dat betekent 58 over 2 te verdelen is inderdaad 29 jaar. Gemiddeld leeftijd inderdaad 29 jaar, dat klopt. Vraag 1 klopt. Ja. Nu is geen van beide ouder dan 42. Ze moeten allemaal ouder dan 18 jaar zijn. Dat betekent, ja, als de oudste 58, als de oudste bijvoorbeeld de jongste 18 jaar is, zal de oudste 42 zijn. De oudste is 19 jaar, zal de andere 39 jaar. Dus ze kunnen beide nooit ouder dan 42, dat is ook waar. Alle twee antwoorden waar, dit kan dus 20, 38 en voort. Dus allebei kan niet. Antwoord B, 1 en 2 zijn juist. Dank u wel, bye bye.